dat jullie hier zijn en de juiste keuze hebben gemaakt. Mijn naam is Katinka Beer, ik ben journalist en ik leid hier de komende twee programma-onderdelen. Straks gaat het over Egypte, maar nu eerst interview ik Judith Spiegel, die speciaal over is gevlogen uit Kuwait. Zij werkt daar als journalist onder andere, kan ons vertellen over de persvrijheid of het gebrek daaraan in Kuwait en de andere golfstaten. Ze woonde daarvoor in Jemen, is daar ontvoerd, heeft 6 maanden vastgezeten samen met haar man. Dat had er niks mee te maken met het feit dat ze journalist is, alleen maar met het feit dat ze westers is. Maar omdat ze journalist is, heeft ze er wel een heel erg mooi boek over kunnen schrijven, dat binnenkort uitkomt en wat ik al heb mogen lezen. En tegen dat boek, het is nog niet uit, maar er is wel weerstand tegen. Niet vanuit Jemen of de Arabische wereld, maar vanuit Nederland. Dus daar zullen we het zeker ook even over hebben. We zijn hier in een zaaltje, jullie zijn hierbij. Natuurlijk is er ook ruimte voor jullie vragen en reacties. Ik loop gewoon af en toe even de zaal in om te vragen of jullie nog iets willen weten. En dan wil ik heel graag jullie hartelijk applaus voor Judith Spiegel. Het wijntje gaat mee, dat mag. Dat maakt het extra gezellig. Heel even, mijn vooroordeel, ja, richt hem maar. Heb je hem nodig? Graag. Hè? Ja, doe maar het, jawel, ja. Maar dan moet je hem wel goed richten op je mond. Want anders dan kan je hem, ja. Je woont in Kuwait en ik heb allerlei waarschijnlijk vooroordelen over Kuwait, maar je moet ze even bevestigen of ontkennen. Ik denk, jij woont daar en je hebt een zwembad en je gaat van cocktailparty naar cocktailparty. Het expatleven, of is dat allemaal helemaal niet waar? Nou, dat expatleven klopt, maar die cocktailparty niet. Dat is alcoholvrij natuurlijk. Vandaar dat ik hier ook niet... Je haalt even de schade in. Maar ik moet wel zeggen dat ik inderdaad eergisteren in die grote Toyota Prado zat en naar de gym reed en mijn inmiddels man Boudewijn tekste: het expatvrouwtje is op weg naar de gym, hoor. Ze gaat een manicure laten doen. En dacht ik, nou ja, nee. Ben ik dit? Dus dat cliché klopt, dat die cocktailparty, nou oké, die dan niet helemaal. Maar het is ook best wel lollig eigenlijk, weet je. Als je het allemaal... Je moet het een beetje volgens mij zien. Als je jezelf kunt bekijken, is het wel oké. Als je het allemaal niet te serieus neemt. Ja. Doen Kuwaitis ook niet, trouwens. Ja, maar sommige expats misschien wel trouwens. Ja, veel te veel. En die klagen alleen maar. Denk, wat heb je nou te klagen? Hier zou je in een Phoenix-huis wonen en nu heb je een zwembad voor de deur. Ja. Ja. Nou, denken veel mensen, denk ik, dat het misschien qua persvrijheid in Kuwait relatief oké is. Ja, dat klopt overigens. Ah ja, ja, vertel. Nee, Kuwait klopt. Kuwait is het van, denk ik, de... Het is een beetje wat je onder golfstaten verstaat, maar laten we zeggen de GCC, dus de Gulf Cooperation Council, is Kuwait verreweg het meest open land. Waar je verreweg het meest kunt schrijven, mits je de emir niet beledigt. Wat overigens vrij lastig is, want je hebt natuurlijk juist daardoor heel veel zin om die emir te beledigen. Maar goed, dat moet je niet doen. Wat staat er op het beledigen van de emir? Ja, wel gevangenisstraf, maar geen martelingen of verdwijningen. Maar een land als Dubai, waarvan wij volgens mij denken, oh hartstikke leuk. En dan kan je met Transavia naartoe. Ja. En daar moet je heel erg oppassen. Ik ben zelf altijd verbaasd dat ik er nog in kom. Want wat heb jij dan gedaan? Ja, ik schrijf daar veel over de misstanden toch wel van de migranten. En dan niet migranten, expats, maar de arbeidsmigranten uit Bangladesh en Sri Lanka en India. En er is bijvoorbeeld een stad, Sonapur, dat betekent de City of Gold. Nou, welke gek die naam heeft bedacht, maar goed. En die stad, er wonen 300.000 mannen die daar werken in de bouw. En die stad staat letterlijk niet op de kaart. Die is er zogenaamd niet. Dus als je daarover schrijft, dan schrijf je over iets wat er eigenlijk niet hoort te zijn. En nou ja, het verbaast me dat ik er nog in kom. En misschien is dat op een dag ook niet meer zo. Maar enger is het als je... dat is een land waar je kunt verdwijnen. In ook niet bestaande gevangenissen. Ja. En weet je van journalisten
die dat is overkomen. Ja, of althans die lokale journalisten. Ja. En dat vind ik trouwens wel een punt, hoor. Ook als het gaat om vrijheid van meningsuiting. Uiteindelijk gaat het volgens mij niet om ons, westerse journalisten. En bijna altijd. Maar ja, kijk, wij kiezen ervoor om daarheen te gaan. En we kunnen er ook voor kiezen om dat niet te doen. En dus normaal gesproken kunnen we ook het vliegtuig terugnemen. Maar dat geldt niet voor die lokale journalist, die ook de misstanden van zijn land misschien ook wel beter begrijpt dan wij, en aan de kaak wil stellen en die verdwijnen of worden vermoord of iets in die geest. Ja. Want je zegt aan de ene kant, het is een eigen keus voor westerse journalisten om er naartoe te gaan. Ja. Maar je hebt ook een zekere bescherming, of een zekere, een enorme bescherming door je, in jouw geval, Nederlandse paspoort. Of niet? Ja, dat moet je natuurlijk niet aan de ambassade vragen. Dan zeggen ze nee hoor, nee. We kunnen niks voor jou doen. Maar dat helpt. Natuurlijk helpt dat. Het helpt omdat het publiciteit oplevert. Slechte publiciteit willen ze niet hebben. Terwijl die lokale meneer, ja, dat, wie schrijft daarover? Niemand. Die is vogelvrij en zijn familie trouwens ook. Schrijf jij erover? Ja, ik schrijf wel. Ik deed veel voor de Wereld om op, juist over dit soort mensen. Maar ja, dat was in Jemen. In Kuwait geldt dit veel minder. Maar ik vind dat wij in het algemeen daar niet genoeg over schrijven. Hoe lastig het is voor hun. Ze krijgen ook helemaal geen snars betaald voor het werk wat ze doen. En is het ook moeilijk om die stukken, jij werkt als freelancer, om ze erdoor te krijgen? Welke stukken? Nou, als je wel wil schrijven over journalisten, die lokale journalisten die vastzitten. Ja, een beetje wel, maar dat komt niet zozeer omdat men niet geïnteresseerd is in de lokale journalist, maar omdat ik merk dat er een bepaalde moeheid, en begrijp ik ergens ook wel hoor, is ontstaan. Eén, voor de ellende in het Midden-Oosten. Weet je, komt er weer zo'n stuk. En in het algemeen mensen volgens mij op een gegeven moment zoiets hebben van, oh, weer een mensenrechten schending. Kennen we wel. Doe eens even wat anders. Bijvoorbeeld ik heb veel geschreven over Qatar en de stadions en het WK. En dan op een gegeven moment hebben mensen iets van ja. Maar wie dan? De lezer? Ik bedoel, reacties? Ja, ik denk de lezer. Misschien niet de lezer hier hoor. Waarschijnlijk helemaal niet. Nee. Naar de gemiddelde. Misschien ik ook wel eigenlijk. Ja, want hoe weet als je dat als ik de krant dan openslaan, denk ik, oh nee, niet weer een verhaal over de honger in. Ja, volgens mij hebben we dat op een gegeven moment. Ja, maar ja, als je dat zelf krijgt, als je het ook inderdaad, is de misstanden niet meer. Nee, ik zeg ook niet dat we het niet meer moeten schrijven. Nee, maar je moet het zo gaan maken dat mensen denken, ja nee, dit moet ik dan toch gaan lezen. En dan moet je een invalshoek zien te verzinnen die niet zo heel direct is misschien. Ja, en hoe niet dan? Heel makkelijk hoor. Ja. Ja, ik vind dingen als gewoon een klein verhaal wat iets veel groters vertelt, dat doet het hem vaak wel. Het kan ook een soort portret zijn of dus beter een die ene situatie. Journalist ja. Dan. Nou, of gewoon dan dat zijn broer of nou ja, weet je, dat je het uiteindelijk wel meeneemt. Maar het moet misschien minder direct, omdat mensen dan denken: oh, heb je Amnesty weer? Ja. Het is natuurlijk heel treurig, maar zo is het een beetje. Daar heb je wel mee te maken. Jij zegt, Kuwait valt wel mee, maar het is wel een krant gesloten, toch? Ja. In januari, de Al-Watan. Al-Watan, ja. Ja, nee, het gaat niet beter in Kuwait, het gaat slechter in Kuwait. Kuwait heeft altijd bekend gestaan om zijn redelijk liberale karakter. Maar daar, en die Watan-krant is wel een oppositiekrant. En oppositie wordt toch ook daar maar tot op zekere hoogte getolereerd. En ze waren denk ik toch te populair. En nu is hij dicht, zogenaamd omdat ze hun financiën niet op orde hebben. Nou, één ding weet ik zeker in Kuwait. Iedereen heeft daar zijn financiën op orde. Dat is het probleem niet, weet je. Dus daar wordt ook heel hard om gelachen. Want niemand gelooft dat verhaal natuurlijk. Maar het is intussen is die wel dicht. Ja. Ja, ja. Ja. Is dat dan wordt er veel over gesproken? Of durven mensen ja. Daar? Ja, daar wordt er grappen over gemaakt. En daar worden columns over geschreven. Oh, dat ook ja, zelfs? Ja, ja. Als je maar niet schrijft, de emir is een gek. Of erger. Fuck de koning is daar niet. Ja. Moet jij nou ook soms opletten met wat je schrijft? Of heb je, als je voor dat zou je wel moeten, denk ik. Maar ik doe dat toch niet. Ik heb laatst een keer over die emir. De emir kreeg een prijs van de VN als humanitaire held.
Waarop zijn neef, die ik toevallig ken... dat is echt toevallig, omdat mijn hond altijd in zijn tuin loopt te scharrelen. Ja. Die zei, ja, luister, iedereen is een humanitaire held die 10 miljard per jaar stort. Dus daar moet je je niet... Maar ik had iets geschreven over de bidoens. Dat zijn mensen zonder... de staatlozen van Kuwait was een groot probleem. En die staatlozen waren natuurlijk des duivels. Dat zij wonen echt in krottenwijken. En ondertussen was die emir tot humanitaire held bestempeld. En ik schrijf dat dan wel op in de wetenschap. Dat je in de problemen kan brengen. Want waar schreef je dat voor? Waar kwam dat in? Ik weet niet, maar ik denk dat dit heeft in NRC gestaan. En weet je, wordt dat dan gelezen? Weet ik niet. Ja, ik denk dan dat als ik op de ambassade van Kuwait zou werken, zou ik het wel lezen. Maar ik heb de indruk dat dat niet gebeurt. Maar je hebt nooit iets gemerkt waardoor je weet, ze lezen al mijn stukken of ze hebben het helemaal niet door wat ik hier doe? Nee, ze hebben helemaal niet door wat ik daar doe. De neef van de emir denkt dat ik bij de Mossad zit. Nee, dat heb ik heb ook bevestigd. Hoe weet je dat? Ik zei dat klopt. En wij bij de Mossad leren dat je dat gewoon bevestigt. En nu is hij heel erg in de war. Maar waarom denkt hij dat? En hoe weet je... Oh, hij heeft het gewoon tegen je gezegd. Ja. Maar... En wat was precies de aanleiding? Deed je oefeningen in de tuin? Nee, ik zat... Hij had me 2 flessen wijn gegeven. Wat een heel ander verhaal is, mocht ik aan niemand doorvertellen. niet doorvertellen. En toen zei ik, nee, maar wij bij de... Nou ja, ik zei daar iets over. En toen zei hij, volgens mij zit je bij de Mossad. Toen zei ik, ja. Volgens mij was het een grapje, of niet? Nee, ik denk dat hij het nu echt denkt. Ja. Maar het is goed, verhouden zo. Ja. Ze zijn doodsbang namelijk voor de Mossad. Zijn er vragen van jullie al, dingen, reacties? Ja, wacht. Ik kom gewoon met een microfoon. Het mag ook zonder. Ik denk, volgens mij kan ja, maar dan gaat iedereen door elkaar roepen. Gewoon met. Ik had eerst een korte feitelijke vraag en daarna een inhoudelijke vraag. De feitelijke vraag is gewoon heel simpel. Hoe lang je al in het Midden-Oosten als journalist zelf actief bent? Nu 6 jaar. Je zei dat je moeite had om afzet te vinden voor je verhalen in Nederland. Begreep ik? Nee hoor, tot nu toe. Nee. Nee, hoor, tot nu toe belangstelling terugliep. Je had dat belangstelling terug. Of heb je dat ervan? Nou, meer iets algemeen zei je over dat de belangstelling voor verhalen over mensen. Laat ik het heel oneerbiedig, de zielige mensen verhalen. Die zijn moeilijker af te zetten dan bijvoorbeeld iets over olie. Ja. En heb je het idee dat dat in die 6 jaar ook veranderd is? Of was dat vanaf het begin zo? Ik bedoel, is er dus een soort klimaatwijziging in Nederland waar je dus op in moet spelen? Nou, wat zijn wij economischer geworden, navelstaardiger? Nou, ik denk dat een van de dingen, dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Er was altijd al veel nieuws over het Midden-Oosten, maar sinds de Arabische lente is dat natuurlijk echt niet aflatende stroom aan berichten gekomen. En ik snap ook dat na zoveel jaar, ook na eigenlijk onze teleurstelling over de afloop van die Arabische lente, er een soort moeheid optreedt over weer de zoveel. Ik merk bijvoorbeeld nu met Jemen heel erg, hè, waar de shit ook weer de spreekwoordelijke fan heeft gehit. En dat na 3 dagen gelooft iedereen het ook wel weer. Het zoveelste conflict. En ook vaak ingewikkeld te begrijpen. Je kan het soms niet in 500, 600, 700 woorden uitleggen. Dus dat denk ik. Er is gewoon te veel ellende in de regio. Misschien zijn we zelf ook door onze eigen economische crisis misschien weer al wel weer wat meer een navelstaarderig geworden. Van nou, laten we eerst onze eigen shit maar oplossen. Ik weet het niet precies. Sorry, nu ga ik het gesprek leiden. Ja. Daar heb ik heel erg een handje van, hoor. Is goed. Je mag. Waarom zit je in Kuwait? Volgens mij geef je ook les aan universiteit. Ja. Waarom zit je voor Kuwait? Nou, ik heb helemaal niet voor Kuwait gekozen. Precies, dat is een hele flauw. Ik gaf hem voor. Dat was vrij pragmatisch. Toen wij terugkwamen na de ontvoering in Nederland, hadden we geen banen en moesten we van nul beginnen. En wilden we wel terug naar de regio. En toen heeft Boudewijn, toen nog mijn vriend, inmiddels man. Ik moet namelijk trouwen, anders krijg ik geen visum. Ja. Wil ik er wel even bij zeggen. Je bent eigenlijk tegen... Ja, goed. Ja. En die vond daar een prima baan. En volgens mij was er een keuze tussen Dubai en Kuwait. En ik dacht wel, doe mij dan maar Kuwait. Want het is een veel interessanter land dan ik dacht. En ik heb met Dubai heb ik echt niet zo heel veel. Dus dat was het. En nu
die golf is inmiddels ook nog best wel een regio waar veel gebeurt. En daar zit bijna geen journalist. Dus het is toch eigenlijk ook alweer een goede plek. Ja. En konden jullie niet terug naar Jemen? Of wil je helemaal niet meer terug naar Jemen naar wat er gebeurd is? Nee, we konden toen, denk ik, hoewel ik wel een heel raar stempeltje in mijn paspoort zag over deze mag nooit meer terug of zo. Maar... Jij doet het. Nee, weet je wat niet kon? Was, het kon niet, het kon wel. Praktisch gezien had het gekund. Nu niet meer trouwens, maar toen wel. Ja. Maar dat kwam niet heel erg in ons op. Dat zeg ik aarzelend, dat was toen niet helemaal waar. Maar dat kan je familie gewoon niet aandoen. Ja, dat was ja. Heel echt heel simpel. Ja. Weet je nu, want dan, ze horen me al denken, had ik er maar gezeten. En dan krijg ik alsmaar iemand, ik ben zo blij dat je er niet bent. Dan zeg ik ja. Ja. Maar ik snap dat wel. En dat ga je ook niet doen. Kom op, die mensen hebben 6 maanden in ergere stress gezeten dan wij zelf. Ja, en Kuwait hebben ze geen problemen mee. Nou, de helft. Er zijn ook nog familieleden die sowieso. Hoezo weer die Arabieren? Ja. Maar goed, maar Nederland, dat is. Precies, dat is geen optie. Ik wil het even. Nou, of is dat wel een optie? Prima land, hoor. Oh nee, maar ik ging ervan uit. Jij wil niet in Nederland werken. Maar misschien is dat helemaal niet waar. Wil je dat ik die beantwoord? Of, nee. Nee, nou ja, goed. Als jij mij een leuke baan in Nederland aanbiedt, dan vind ik dat helemaal niet heel erg. Ja. Vond binnenland bijvoorbeeld altijd heel erg leuk. Serieus, iemand zei mij laatst: volgens mij kan jij ook prima in Staphorst. Dat ik, ja, dat klopt. Ja, precies. Ja, okay. Nou, ik heb geen banen, maar. Precies. Goed, ja. Terwijl de golf voor iedereen die nog op zoek is naar een baan is belastingvrij. En... Ja. Ja. We hebben een foto, ik weet niet of die al voorbij is gekomen, van Raif Badawi, de blogger. Ja. Oh ja, god, de blogger. Die de 100 zweepslagen... Duizend. Duizend zweepslagen. 100 zou al verschrikkelijk zijn, maar het waren er 1000. Ja, 1 zou ook al verschrikkelijk zijn. 1 zou ook al verschrikkelijk zijn. Is dit ook iets waarover gesproken wordt, over geschreven wordt, of kan dat niet? Ja... Je bedoelt in de regio? In de regio, nee, ik hoor daar heel weinig over in de regio. Misschien interesseert het ze niet. Misschien vinden ze dat hij ook zijn mond had moeten houden. Ik weet het niet. Daar worden ook geen columns over geschreven? Of? Ja, in de Kuwait nog wel, maar ze zijn daar niet zo mee bezig. Ik snap dat zelf niet. Ik ben heel erg met hem bezig. En, maar ja, goed, dat erger misschien. En dan vraag ik de Nederlandse ambassadeur... Zeg ik, joh, als jij dan die Saoedische evenknie van je spreekt, kun je hem en nog 10.000 anderen, want hij is natuurlijk alleen maar een voorbeeld, zou je dat onderwerp eens aan de orde kunnen stellen? En dan zegt hij, ja, dat ligt heel gevoelig. Zeg ik, ja, natuurlijk. Daarom vraag ik het je ook. Ja. En overigens irriteert me mateloos, want het ligt helemaal niet heel gevoelig. Wat gevoelig ligt, is dat die man natuurlijk die handelsbelangen in Saoedi-Arabië niet op het spel wil zetten. Vind ik ook goed, maar zeg dat dan. En dus nu is het altijd van dat halfslachtige geneuzel. Heb je die reactie van Koenders die dan over deze man zegt... Ja, we hebben gezegd dat lijfstraffen in strijd zijn met de mensenrechten. Dat ik, hè? Dus als het geen lijfstraf was geweest, hadden we is het op zich prima om hem gewoon in de gevangenis te gooien. Als je maar niet aanraakt. Vanwege bloggen. Nou ja, ik kan daar echt niet bij, hoor. Ik bedoel, ik kan daar heel boos over worden ook. Nog steeds, trouwens. Ik heb ook met zijn vrouw contact. En zij is geweldig. Voert echt, volgens mij, 24 uur per dag campagne voor hem. Het is wel heel sneu. En hij heeft volgens mij die 50 heeft hij gehad. Daarna werd hij ziek. Het is een beetje onduidelijk. Want telkens worden de volgende zweepslagen uitgesteld. En er gaat nu weer het gerucht dat hij toch de doodstraf gaat krijgen. Dus ja... En jij zegt, ik ben er heel erg mee bezig. Hoe dan? In je gewoon werk? Even, als je deze man noemt, dan word ik gewoon heel geïrriteerd. Ja. En dan haal... Sowieso, Saoedi-Arabië is wat mij betreft echt... gewoon een enorm kutland. Ik kan er echt niks anders over zeggen. En laatst kwam aan de orde of we daar niet eens moesten gaan wonen. En toen dacht ik, ja, want ik wil het wel eens van binnen zien. En toen dacht ik, nee, want... Geen euro van mij gaat naar dat takkenland eigenlijk. En C, ik kan geen auto rijden. Maar toen dacht ik, nou, over kamelen zeggen ze niks, doe ik dat wel. Maar ik heb dat niet heel snel, hoor. Maar ik zou het echt moeilijk vinden om in een land te wonen... wat
zo indruist, zeg maar, waar ik in geloof eigenlijk. Ja. Ja. En dat is natuurlijk elke vrijheid. Niet alleen meningsuiting, elke. En je zegt ambassades, dat is slap. Hè? Dat ze zo, de Koenders. Denk je ook van ons, hè, betrokken burgers, noem ik jullie dan allemaal maar eventjes. Kunnen wij meer doen of helpt het om hem, weet je wel, alle Nou, ik geloof dat publiciteit in zijn geval geen kwaad kan. Of het heel veel helpt, weet ik niet. Zweden heeft natuurlijk wel een soort van behoorlijk statement gemaakt. Maar de Saoedi's doen wat ze willen, hoor. Ja, het is heel zuur, maar... Ja, boycotten die hap. We willen jullie olie niet meer. Dat zou lollig zijn. Dat is 1973, maar dan omgekeerd. Ja, zou ik heel erg voor zijn. Maar goed, ik ben wel ongeveer de enige. En op buitenlandse zaken zijn ze het helemaal niet met me eens. Oké, nou, ik heb een medestander. Eerst even een vraag. Je maakte net die opmerking over Saoedi-Arabië. Toen sprong me even te binnen de actie van Geert Wilders. Ja. Met die sticker. Ja, goed punt. Mag ik jouw mening daar eens over? Ja, ik was eigenlijk, dat vind ik dan ook altijd weer zo lullig. Ja, dat krijg je trouwens, maar dat doen we onszelf aan. Ik ben dus eigenlijk heel erg met hem eens. En dat heb ik wel vaker. Maar ik wil niet in zijn kamp. Nee, maar wij houden onszelf... Het is zo gepolariseerd dat we eigenlijk... Dat geldt ook voor het hele islamdebat. Hè, dat we, als je heel goed over nadenkt, is het heel raar dat links Nederland... laten we zeggen, de islam de hand boven het hoofd houdt. Want alle waarden die links Nederland vertegenwoordigt... worden door de islam met de voeten getreden. Maar ja, het is de underdog. Ja... En, maar dat komt door Geert Wilders. En dat is ergens wel jammer. Want ik heb het ook. Weet je, denk, ja, als ik dat ga zeggen, dan zit ik in zijn kamp. En niemand wil in dat kamp. Maar het onderdrukt daardoor natuurlijk heel erg een behoorlijk debat. En dat is wel zonde. Ja. Nog een vraag hier, weer van jou. Ja, ik heb hem toen inderdaad Wilders in mijn column gelijk gegeven op dit punt. Er is wat minder risico dat men mij in dat kamp van Wilders zet. Aangezien ze zat ooit een poging heeft om mijn lezing te verbieden. maar ik had een vraag. Is Saoedi-Arabië wezenlijk beroerder dan die andere golfstaten Oman of Jemen, het regime? Ja, ja. En waar zit hem dat in? Ja, dat zit hem toch in... Even heel simpel, het zit hem gewoon in hele simpele feiten. Dat als ik naar Oman ga, ik geen hoofddoek ontmoet. En in Jemen ook niet. En in Saoedi-Arabië wel. Dat ik mag autorijden in Oman en in Jemen en in Saoedi-Arabië niet. Dat, zoals een vriend van mij net zei... Ik denk dat als jij in Saoedi-Arabië zou wonen... je na 24 uur... dat zij 5 redenen hebben gevonden om jou te stenigen. En toen dacht ik ben bang dat je gelijk hebt... en dat heb ik minder in Oman en in Jemen. Op vrijheidsgebied. En ze zijn misschien, dat zou je ook nog wel kunnen... ze zijn gewoon beter georganiseerd in hun onderdrukking. En Jemen is gewoon een zootje, ja. Oman is best een aardig land. Het is geen democratie, maar enigszins verlichte dictatuur. En Saoedi-Arabië, ja. Ja. Hey, barbaars is echt het goede woord, hè? Ik bedoel, het zijn gewoon minder kutlanden. Je hebt een hele harde stem ook, hadden we net gemerkt. Dus jij mag ook even zo... Nou, ben je ook maar klaar mee. Je zegt dat Nederland houdt de islam de hand boven. Ja, vind ik wel. Kun je daar een concreet, recent voorbeeld van geven? Nee. Nou ja, dan moet ik even nadenken. Maar het is natuurlijk een beetje een algemeen verschijnsel dat... we heel erg in die neiging schieten om extreem rechts te willen... Je wil een soort counterbalance gaan bieden door... ik noem dat ook een beetje de... Nou ja, hoewel... Kijk, de laatste tijd... ik geloof dat Ali Rizvi is wel een leuke man om te volgen. Een Pakistaanse blogger, een atheïst. Die noemt dat de apologists. En dat is het. Hè? Het is altijd... Nee, maar dit is de islam niet. Nee, zo is het allemaal niet bedoeld. Nee, IS is niet de islam. Ik, hè? Het heet Islamitische Staat. Nou, oké, maar als je dat vertaalt... krijg je zoiets als Islamitische Staat, Galifaat. Maar het gaat wel onder de naam van die godsdienst. En, maar Daesh... Ja, als zoiets als de Islamitische Staat. Hoe vertel je Daesh? Islamitische Staat.
van Irak en de Levant, precies. Galifaat is het meest islamitische instituut wat er is. Kijk, ik... maar de apologist, ik snap het wel. Het is heel erg van, nee, maar zo is het allemaal niet bedoeld. En zo denk ik, ja, oké, maar dan hoef je mij niet uit te leggen. Leg die gasten dat even uit. Maar je hebt dus ook zelf, zeg je, dat je soms denkt, ik zeg het maar niet, want dan kom ik in dat kamp waar ik niet in wil. Nee, ik heb dat toch niet, hoor. Nee, want ik zeg het wel. En, maar ik weet dan... dat je dat risico loopt. Ja. Ja, je loopt ook het risico dat iemand een mes in je... maar goed, wat overigens vervelender is... dan in het Geert Wilders kan belanden natuurlijk. Maar ja. Ik vind toch dat je het moet zeggen. Ja. Ja. Maar ik vind het wel jammer dat je bijgedachte is. Ja. Laten we het even over je boek hebben. Het komt over 3 weken uit. Zoiets? 22 mei, ja. Speelbal van de Sheiks. De koffer is misschien ook al voorbij gekomen. Ik weet niet. Nou, misschien zo meteen. En ik zit op de dia-show te letten. Nee, we moeten even kijken. Dat is wel leuk. Je beschrijft de ontvoering en het ontvoerd zijn. Dat is soms hilarisch. Want het zijn eigenlijk best wel prutsers, die ontvoerders. Hè, die dan bijvoorbeeld losgeld eisen en vervolgens vergeten zijn... of dat nou in een dollars was of in euro's. En dat aan jullie vragen... En dan zeggen jullie, oh, dollars, want dat scheelt weer. En je beschrijft het ook heel grappig. Van dan zeggen ze, ja, we laten de deur wel op een keer, anders voel je zo opgesloten. En dat jij denkt, ja, maar we zijn toch ook opgesloten. Maar goed, ondanks dat het prutsers zijn, lukt het ze natuurlijk toch om jullie een half jaar vast te houden. Ja. Was je steeds ervan overtuigd, we komen hier wel uit? Of... Dag, want het gaat natuurlijk ook wel eens mis. Ik bedoel, bevrijdingsacties. Nou ja, die bijvoorbeeld zijn volgens mij in Jemen in ieder geval. Ik heb het even niet over Daesh en hoofden die afgehakt worden. Wat toen nog niet gelukkig voor ons eigenlijk aan de orde was. Maar de bevrijdingsacties waren ik eigenlijk het meest bang voor altijd. Want die lopen in Jemen vaak in het honderd. Zeker als het de Jemenitische diensten zijn. Dan hebben ze het verkeerde dorp. Maar ja, goed, laatst ook in het geval van de Amerikanen. En ik vind nog steeds, ik vond dat overigens een hele nare dag... dat die Amerikaan, Engelsman en de Zuid-Afrikaan werden gedood. Maar bij een mislukte bevrijdingsactie. Ja. Ik begreep wel dat ze hem deden. Dus ik vond de kritiek op de Amerikanen ook niet helemaal terecht. Ik dacht, ja... Amerikanen onderhandelen niet. Dat doen ze ook echt niet. En dit is wat ze wel doen. En als het was gelukt, had iedereen gezegd, fantastisch. Ja, nu is het mislukt en is het plotsklaps weer die klote Amerikanen. Weet je, dat is natuurlijk altijd wel een beetje het punt. Maar goed, de bevrijdingsacties waren we bang voor. Dus we hoopten eigenlijk dat niemand een poging zou wagen. Maar je bent niet... Ik had het er ook gisteren over met Jessica... Je kan denk ik niet 6 maanden in doodsangst leven. Ik denk dat het letterlijk niet kan. Gewoon als mens niet. Dus dat doe je niet. Je gaat toch je adepten. Je gaat toch... Je gaat toch proberen wel een... we geloofden er echt wel in dat we eruit zouden komen. Wisten alleen niet wanneer. Maar je staat jezelf niet toe om in een soort hele neergaande... Dat wordt het. Een hele neergaande pessimistische spiraal te belanden. Doe je niet. Ik weet niet hoor. Dat is denk ik een overlevingsmechanisme. Niet zo... Ik ben geen psycholoog, ik weet niet hoe dat werkt, maar ik denk dat het zo werkt. Ja. Jullie werden wel goed verzorgd. Ik bedoel, jullie zaten in een klein hok en je wist niet wanneer je eruit kwam, maar je kreeg wel goed te eten en de televisie van een van de gijzelaars. Nou, wij waren de gijzelaars, maar gijzelnemers. Ja. Blijft inderdaad al. Ja, sorry, dit had ik even moeten dat oefenen. Ja. Nee, we kregen televisie, dat was eigenlijk heel gênant. Op een gegeven moment moest ik heel hard huilen, omdat je moet ook af en toe, dat moet je ook. En ook soms moet je ook heel hard lachen. Maar ik ging wel extra hard huilen, omdat ik wilde dat onze bewaker dat zou horen. En dat hij zich dan schuldig zou voelen, ja. Maar dat had hij niet zo erg, maar hij dacht wel, jullie moeten nu een tv. Dat leek hem de beste oplossing van het probleem. Als vrouw wil ze tv. Ja, maar dat was op zichzelf... Wel prettig, want daardoor hadden we het was niet altijd elektriciteit, dus we hadden niet permanent tv, maar iets van 4-5 uur per dag. En als je 4-5 uur per dag kunt doden met echt de slechtste film is nog oké, hoor. En we maakten lijstjes met een rang welke we de beste film en de slechtste film vonden. Je moet wat. Nou ja. Ja.
En dan wil je natuurlijk weten welke, zou ik dan willen weten. Welke op nummer 1? Ja. Ja, dat willen we echt heel graag. Weet ik niet meer. Slecht zoals iets nog... met Madonna, serieus. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat zep je weg, zelfs als je ontvoerd bent en de hele dag geen reet te doen hebt. Ja. Heb je er nog last van? Dat je bang bent voor dingen of dat je... Nee. Nee, niet echt. Nee. Ik heb wel... Nou, eigenlijk niet. Maar het is meer dat als er een auto een beetje langzaam naast je rijdt... dat je denkt, even kijken. Maar je wordt in Kuwait niet ontvoerd. Net als hier niet eigenlijk, hè, normaal gesproken. Ja, maar dus angsten kunnen ook niet... Precies. De irrationele... Ik droom er vast wel eens over, maar dan weet ik het eigenlijk niet eens meer. En ik ben er niet angstiger door geworden. Misschien minder. Misschien heb ik juist wel zoiets van... Dat kan je ook. Ja, ik geniet eigenlijk heel erg, maar denk altijd wel hoor. Maar ik geniet misschien nu nog wel meer van elke dag vrij zijn. Want het is natuurlijk wel zo dat je iets meer realiseert dat dat best prettig is. Maar ik ben er niet banger van geworden. Misschien ook omdat ik dat echt niet wil, hè? Omdat ik wil dat ook niet. Dus, maar room service, dat vind je niet meer. Nou, oké. Las ik in je boek. Dat zei ik volgens mij zo. Precies, dat is eigenlijk heel erg dat ik dat heb opgeschreven. Want ik heb dus geschreven, zoiets als roomservice wil ik niet meer. Want dat doet me te veel denken aan elke dag dat plateautje eten. Maar nu lijkt het net alsof ik godganse dag roomservice overal zat te bestellen. Oh nee, ik vond het gewoon heel mooi. Dat helemaal niet zo is. En dat je ze steeds maar wegstuurt. Laat me. Nee, dat is gewoon een voorbeeld. Ja. Volgens mij waren we op een gegeven moment ergens in een hotel. En het was, weet ik wat. En dan konden we nog wel roomservice. Dacht ik, nee hoor, nee. Niet weer met dat plateau en dat daar staat te verpieteren en dat die mieren dan komen. Dat heb ik gewoon 6 maanden lang 3 keer per dag zien gebeuren. En normaal zou ik dan natuurlijk uit mijn kamer lopen en dat plateau even naar de buurman schuiven. Maar dat kon me in dat hok niet. Dus, ja. Ik zei in de inleiding, er is weerstand tegen je boek. Wie is er tegen je boek? Wie heeft tegen jou gezegd, doe maar niet? Nou ja, twee concrete... nummer 1, ik schrijf over een privébureau dat is ingeschakeld en zegt onze vrijlating bewerkstelligd te hebben. Ik denk dat dat niet zo is. Dat is daar niet heel blij mee, want die dachten dat ik een helder roman over hen zou schrijven. En uiteindelijk is het alles behalve geworden. Dus daar, die dreigde met een publicatieverbod ook niet meer dan dat. Er is nooit iets van terechtgekomen. Misschien komt het nog. En Buitenlandse Zaken was ook niet heel gelukkig. Kijk, die zullen nooit zeggen, je mag niet publiceren. Want ze zijn intelligent genoeg om te weten dat dat nergens op slaat. Maar wel kreeg ik een e-mail met, we zouden het toch fijn vinden als je het in deze vorm, in dichtvorm was het misschien wel wat, niet zou publiceren. Ik heb ze ook nog wel heel braaf teruggemeld waarom ik dat toch ging doen. Maar ja, ik was er wel enigszins... het verbaasde me ook weer niet. En het was al heel erg natuurlijk netjes geformuleerd. Maar waar waren zij tegen dan? Dat is dan ook heel onduidelijk. Dat, in beide gevallen overigens. Hè. Ik heb het ze allebei gestuurd van tevoren. Want dat had ik afgesproken. En gezegd, als er feitelijke onjuistheden in staan, laat het me weten. Geen probleem. En van geen van beide krijg ik letterlijk... Nee, maar dit klopt niet, want zo zit het wel. Ik geef trouwens wel toe dat een van mijn natuurlijk redenen om het aan ze te sturen was dat ik aan het vissen was. Maar oké, als je het er niet mee eens bent, zeg maar hoe het wel zit. Nee, niemand zegt dat. Het is, we hebben het zo liever niet, want het is dan een beetje speculatief. Nou, dat is het ook niet, want ik schrijf natuurlijk overal netjes als ik het niet weet, dat ik het niet weet, maar dat het zo zou kunnen zijn. Want je probeert uit te vinden hoe eigenlijk... Wat er is wat gebeurd en waarom ik hier zit. Ja, en of er losgeld is betaald of niet. En het is heel schimmig. Je komt er, ja, het is... Ja, het is vrij schimmig. Ja, dus... Wat makkelijker is om uit te vogelen wat het niet is. Hè, wie er eigenlijk maar wat onzin loopt te verkopen, dat vind je nog wel uit. Maar wat er dan wel gebeurd is... Nou ja, volgens mij kom ik er uiteindelijk... Misschien kom ik er ooit nog wel achter en misschien ook niet. Nou ja. En denk jij nou dat er losgeld is betaald? Nee. Nee, ik trouwens... Ik heb ook tegen Buza gezegd, volgens mij is het een hartstikke goed verhaal voor jullie. Ik denk namelijk niet dat er losgeld is betaald. Wat loop je nou te piepen? Maar het gaat erom dat ze heel erg... er moet gewoon geen publiciteit zijn over dit soort... Ik snap overigens Buza, hè, bedoel, dat is het probleem niet. Alleen ik trek me er verder niet zo heel veel van. Want zij zeggen, iedere publiciteit is slecht voor andere mensen. Dat is ook altijd het vage argument. Dat is trouwens een eng argument, vind ik.
Ja, want dat zou anderen in gevaar kunnen brengen. Dus dat, als dat zo is, dan zou ik onmiddellijk hebben. Maar leg mij dan uit hoe dat zou werken. En dat kan ook niemand. Het is gewoon een heel fijn argument om mee te strooien. Ja, want dat raakt jou natuurlijk. Ja, en dat laat jou dan een schuldgevoel. En ja, een ondankbaar nest die dan ook nog eens een keer... ja, dat is heel slim. Tot slot, stel wij worden ooit gegijzeld. Wat is jouw... Nee, dat zal... Mijn advies? Ik bedoel, ik werk in Nederland. Ik ga volgende week naar België. Het zal vast niet... Nou ja, nou noem je naar een land. Jij weet dingen die wij niet weten. Wat is jouw belangrijkste advies? Als je gegijzeld... Ja, volgens mij moet je... Maar ja, dat is natuurlijk altijd een beetje... Het is allemaal een beetje suffig. Raak vooral niet in paniek. Dat heeft allemaal niet zoveel zin. En daarna, als je dan daar toch eenmaal zit... Dat is heel raar, maar dat ga je doen. Een soort dagritme inzien te stellen. Maar volgens mij, niet alleen bij gijzelingen... Raak vooral niet in paniek. Nooit. Dankjewel, Judith Spiegel. Om 9:15 hier gaat het over Egypte.